Want als Pim gewoon was blijven leven, had ik hem ook succes gewenst. Dan was ik af en toe wel een keer naar Den Haag gegaan om een bakje koffie te drinken. Hè, om dan een keer met hem te lachen. Maar dan had ik gewoon, ja, dan had hij zijn ding gedaan en dan ging ik ook weer verder met mijn leven. Maar ja, door die moord, ja, is het misschien ook wel een stukje verwerking. Dat ik per se wil laten zien dat het anders kan. En dan in mijn stad. Wat is zijn kracht volgens jou? Het is een man die het niet doet omdat hij zelf zo graag de politiek in wil of zelf zo graag belangrijk wil doen. Maar hij doet het om een aantal dingen te veranderen. Hij wil transparante politiek, hij wil de politiek dichter brengen bij de burger. En daar staat hij 's ochtends vroeg voor op. Waarom is het voor u nu of nooit? Omdat ik al 8 jaar in de oppositie zit en daar zeer beperkt ben. Uiteindelijk wil je het beleid mee beïnvloeden. Kijk, ik heb 8 jaar lang wanbeleid en geldverkwisting blootgelegd. Nou, dan is dat geld al door het putje heen gespoeld. Ik wil juist dat wanbeleid en die geldverkwisting voorkomen. Ik wil het oplossen. Dan heb je dat geld voor dat putje weg weten te halen. Want een euro kun je maar 1 keer uitgeven. Nou, ik denk dat hij staat voor democratische politiek. Ik denk dat hij er echt staat vanuit de belangen van de mensen in Tilburg. En nu heeft hij de kans om de grootste partij van Tilburg te worden en de politiek daar echt te gaan veranderen. Ik steun hem van harte.